Zojuist de eerste ronde in de golden score verloren. Hoe sta je nu hier? Ja, met een ongelooflijk klote gevoel. Het is balen. Hier kom je niet voor. Nee, want eigenlijk begin je de wedstrijd goed. Je tegenstander krijgt een straf. Wat gebeurt er vervolgens? Ja, klopt. Ik had op zich de eerste 4 minuten ging het gewoon goed. Ik hield me gewoon aan mijn plan. Het was duidelijk van, hij wil niet judoën. Ik heb al eerder tegen deze jongen gestaan. Hij wil eigenlijk niet zoveel. Hij wacht tot ik kom en daar vandaaruit wil hij die score maken. En, ja, dat kan hij best lang volhouden. En daarom is het ook zaak dat je gewoon niks weggeeft. Zeker niet aan het begin. En maar moe maken en slopen om vervolgens zelf de score te kunnen maken. En ja, dan loop je er alsnog op en die goal de score. Dus dat is echt zuur. Ja, hij gaat uiteindelijk twee keer de mat af omdat hij behandeld moet worden door zijn arts. Heeft dat invloed? Ja, voor mij niet zoveel. Voor hem misschien, maar dat maakt dat speelt niet zoveel mee. Maar het is gewoon, hij doet niks. En zeker ook waarom ik dan twee straffen tegenkreeg, ook in die reguliere tijd. Ja, dat moet ik terugzien, weet ik ook niet precies wat het was. Maar hij deed gewoon niet zoveel. Hij was alleen maar aan het weglopen. En dat is gewoon zonde. Zonde dat je er dan toch op loopt. Ik kan gewoon van die gast winnen. En balen, ongelooflijk. Ja, want je hebt al, nu is het de derde keer dat je tegen hem stond. Je hebt er al een keer tegen gewonnen. Hoe bereid jij je voor dan op zo'n partij? Want je hebt er ook al een keer van verloren. Ja, klopt. Ja, je kijkt dan gewoon terug waar ging het vorige keer mis en hoe en wat, zeg maar. Ja, toen kwam hij er heel snel in met die coach Maki Komi binnendoor. Ja, die kon ik, daar was ik op voorbereid, dus die kon ik wel weghouden nu. En, dan ga ik na het anderhalf, twee minuten in de goalscore, ga ik toch... Ja, meer forceren om te kijken of we wel die score eruit kan. Of hem te veel onder druk zetten. Of hij krijgt die derde straf of hij kan een score maken. Maar ik moet gewoon wachten. Rust houden. En dat deed ik niet, dus dat is zuur. Het is natuurlijk je derde WK. Hoe ga je nu verder? Ja, we moeten gewoon, verder. Klaar. Het is nog niet het einde van de wereld. Het is gewoon op naar de volgende toernooien. Hiervan leren en gewoon door. Ja. Ik zit in een lastige klasse en iedere keer zijn het zware potjes. En dat zal gewoon de volgende keer keihard moeten knokken om wel door te komen. En dat ga ik ook zeker doen. Er doen natuurlijk meer dan 80 mensen in jouw klasse mee. Ben jij daarmee bezig op zo'n dag? Nee, we doen er altijd veel mee. Dus hoe meer potjes je wint, hoe verder je komt. En of dat er nou 4 zijn, 6 of 7, dat maakt niet zo uit. Het is gewoon knokken voor wat je waard bent. En,